Vanavond was er een lezing, of in ieder geval een presentatie van het cultureel erfgoed in Almelo. Nou, het was eigenlijk een politiek beraad, dus de gemeenteraad wilde zich graag op de hoogte stellen van wat we allemaal doen en welke successen we hebben geboekt. Maar kon ook wensen vertellen, zo van wat willen we graag dat er nog op de agenda komt te staan. En ik vond het een heel geanimeerd gesprek. Dus, erfgoed is op zich niet zo'n heel sexy onderwerp. En dan als je dan gewoon het gesprek ziet wat we gehad hebben vandaag, dan ben ik daar echt heel blij mee. Het platform Erfgoed Almelo heeft ons uitgenodigd, de raad, om in gesprek te gaan over hoe het gaat met het erfgoed. Binnenkort komt er een nieuwe erfgoednota en vanavond wil het platform graag met ons als raad in gesprek over het thema erfgoed in Almelo. Harry Leuwik, je bent bezig met het vormen van een nieuwe stichting. En ja, kun je even uitleggen wat voor stichting dat is en waar die voor staat? Nou, het wordt een stichting, het behoud van het funeraire erfgoed van de gemeente Almelo. Het gaat over de graven? Ja, over de graven op de begraafplaatsen van de gemeente Almelo, waar dus ook Bonnebroek en Ado bij hoort. En dan willen jullie natuurlijk graag ook over het grote platform van het erfgoed hier in Almelo vallen. Als wij zover zijn en het platform die stemt daarin toe, dan willen wij daar natuurlijk ook graag onder vallen. Want ja, het hoort bij het grote erfgoedgebeuren. Hè? Ik kom uit de erfgoedwereld en ik ben dus heel erg benieuwd hoe de erfgoedwereld er hier in staat. Er zijn een heleboel organisaties en die zijn allemaal in dat platform vertegenwoordigd. Maar wat willen ze nou eigenlijk ook van de gemeente? Ik wil graag horen van wat ze doen en hoe ze vinden hoe het gaat. Maar ik wil ook heel graag weten of er nog zaken staan op het wenslijstje voor hen. Hoe de overheid, dus de plaatselijke overheid, hen kan helpen. Kun je nog een voorbeeld geven van wat jullie met dat platform ondertussen al bereikt hebben? 1 of 2 voorbeelden? Ja, nou, wat je bijvoorbeeld ziet, is denk ik mensen dat ook wel gehoord hebben. Er zijn nu 2 stadspoorten herbouwd in Almelo. Die waren er vroeger ooit, in de 15e eeuw hadden we stadspoorten. En die zijn nu weliswaar volgens een heel modern ontwerp, maar zijn die weer teruggezet. Mensen ook gewoon een beetje idee hebben van hoe Almelo vroeger in elkaar zat. Alle bruggen die we hebben inmiddels een naam gekregen. Alle bruggen hadden van vroeger uit een naam, maar heel veel mensen kennen die helemaal niet meer. Dus een smid heeft allemaal hele mooie inzetten gemaakt die tussen die brugspijlen zijn gemaakt, zodat iedereen ook de brugnamen weer kent. We hebben het torentje van het wetshuis aangelicht, zodat je kan zien wat voor mooi gebouw dat eigenlijk is. Ja, en zo nog een tal van andere projecten. Dus er wordt echt wel aan de weg getimmerd? Er wordt heel hard aan de weg getimmerd. Ja, dat is, en het is ook leuk om dat met elkaar te doen. Want er zijn ontzettend veel goede ideeën om de stad mooier te maken. En als je alle mensen dan een aantal keren per jaar bij elkaar brengt, krijg je heel veel dynamiek. Dus dat is heel leuk. Dankjewel. Graag gedaan.